Goedemorgen toppers. Deel 2, zoals beloofd. Deel 2 van uh, ja, hoe de Nederlandse linkse woke media over elkaar heen rolt. om uh, ja, het interview met, uh, van Corso Tucker met, uh, met president Poetin uh, te framen. en in een, bepaalde of in een bepaald narratief neer te zetten. Uh, ik ga weer, alleen nu een filmpje van NOS. in een aantal stukken knippen en dan ga ik erbij vertellen wat de media daarmee doet. en dan zul je zien dat ze overal exact dezelfde stappen nemen. Ga je mee? Ik heb een disclaimer die ik plaats bij al mijn filmpjes. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die ik deel. Wel vind ik het belangrijk dat jullie die informatie tot je nemen. President Poetin heeft voor het eerst in jaren een gesprek gehad met een westerse journalist. In het interview vraagt hij aan de Verenigde Staten om met hem samen te werken. Ook zegt hij dat hij Polen, dat wordt gesteund door de VS en de rest van het Westen, niet als eerste zal aanvallen. Vind je het nou niet bijzonder? Het is exact hetzelfde. Hij heeft beloofd dat die Polen en Litouwen niet als eerste gaat aanvallen. En dat is toch wel, en het lijkt wel, op een afgesproken deal, toch? Want als in alle media dezelfde stappen worden genomen, willen ze ons blijkbaar iets vertellen. We gaan door naar het volgende filmpje. Ga je met me mee? Only in één geval, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Een groot deel van de rest van het interview gaat over de geschiedenis van Rusland. En ook hier gaat het weer over de geschiedenis van Rusland. En in het vorige filmpje heb ik jullie ook al verteld, ja, gaat het dan over de geschiedenis van Rusland of gaat het over de geschiedenis die wij altijd voorgeschoteld hebben gekregen en het verschil met Rusland. Beetje gek, vind je ook niet? Mijn idee is heel simpel. Je moet zelf dingen gaan onderzoeken. Dus ook dit filmpje stuurt weer aan op dat. Nou, jullie zullen het wel geloven. Dus jullie gaan zelf dat hele interview niet kijken. Mijn advies is: als je echt de geschiedenis wil weten van de Oekraïne, van Rusland, van de oorlogen. en waarom Rusland altijd zo is gevreemd, ga op onderzoek uit. En nogmaals, dat is mijn mening, dus daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gesprek was met de Amerikaanse presentator Tucker Carlson. Hij werkte eerder voor nieuwsender Fox News, maar werd ontslagen nadat hij leugens had verspreid op tv. Tucker Carlson is niet onomstreden. Ja, en ook hier weer zie je dat ze over Tucker Carlson zeggen dat die man onbetrouwbaar is. Ze willen ons graag vertellen dat hij alles wat er uit zijn mond komt, dat dat een leugen is. Ik heb jullie gisteren in het andere filmpje al verteld, die hele rechtszaak waarin dan wordt gezegd, ja dat is het bewijs dat hij omstreden is, ja eigenlijk voor mij het tegenovergestelde zegt. Want als je heel simpel naar het bewijsmateriaal kijkt, het bewijs wat hij had en wat ook legit was om te gebruiken, mocht hij niet gebruiken om aan te tonen dat hij de waarheid wel sprak. Ja dan kun je natuurlijk heel makkelijk iemand neerzetten als een leugenaar. Laten we verder kijken, ga je met me mee? Hij is een Trump-gezinde journalist die zich net als Trump regelmatig heeft uitgelaten tegen steun voor Oekraïne. De Afgelopen twee jaar gaf Poetin vrijwel geen interviews aan journalisten. Maar voor Carlsen werd een uitzondering gemaakt omdat hij afwijkt van de traditionele Anglo-Saxische media. En hier kun je dus precies zien hoe die media werkt: ze doen een aantal dingen. En let even samen met me op en kijk desnoods dat stukje even terug. Het is een Trump-gezinde journalist. En Trump wordt natuurlijk al sinds jaren en dag bij ons neergezet als een dikke mogol die allemaal foute keuzes maakt, allemaal vieze dingen doet, allemaal rechtszaken tegen hem krijgt, aangeklaagd wordt van het een, van het ander. Maar goed, wat er dan echt aan de hand is, krijgen we allemaal niet te zien. Misschien zou zo'n interview als dit, en die staat online ook een tip, dus een keer goed zijn om terug te kijken. Um, ik denk dat het heel simpel is. We krijgen een narratief. En dat narratief, dat is, hij is onbetrouwbaar. Trump is onbetrouwbaar, ze spannen samen, Rusland is de agressor, dus ze hebben eigenlijk bij beide partijen dezelfde tactiek en ze zeggen eigenlijk exact dezelfde dingen. Hey, dankjewel voor het kijken en tot de volgende. En dan heb ik nog even een extra afsluiter voor elk filmpje tegenwoordig. Ik heb een disclaimer die ik plaats bij al mijn filmpjes. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die ik deel. Wel vind ik het belangrijk dat jullie die informatie tot je nemen. Wil je nou meer informatie en vind je dit nu interessant? Druk dan even op het plusje. Deel zoveel mogelijk alle filmpjes en content die jij ook interessant vindt. En word even lid van de Telegram-groep. t.me/silentwarriors.nl Ik deel hem ook nog wel eventjes hier in het scherm, zodat je dat zo meteen makkelijk kan overnemen door hem even te passeren. Maak er een mooie dag van. Doei doei!